Dit is de natte droom van iedere campagnestratege. Een vrouwelijke kandidaat met haar baby op de arm. Een plaatje dat alle paparazzi en zichzelf serieus noemende media willen hebben. Een beeld waar ze van dromen. Een foto waar ze een misdaad voor begaan. In dit geval hebben we het over Mylie Vos, kandidaat bij de verkiezingen van 2012 voor de Partij van de Arbeid, die haar kind presenteerde bij de start van haar eigen campagne voor deze verkiezingen. En een succesvolle voorkeurscampagne en positieve publiciteit zal deze dame hard nodig hebben, want ze staat pas op de 20ste plek van de lijst. En dat lijkt een onverkiesbare plaats, een hopeloze missie, een strijd tegen beter weten in en vechten tegen de bierkaai. Of zou PvdA-topvrouw Mariette Hamer toch gelijk krijgen met haar voorspelling dat de PvdA groter gaat worden dan de SP? Want dan zit Mylie op rozen. Maar ja, met zo'n leuk kindje zit ze natuurlijk sowieso op rozen. Het is maar, beste kijkers, dat u dat weet.